Vragen van de fractie van de SG... Nee, sorry, van de fractie 50PLUS, de heer Jansen, over de dienstregeling openbaar vervoer. De heer Jansen heeft het woord. Wederom aan de heer Stuyvenberg, dus u kunt nog steeds blijven staan. De heer Jansen. Ja, het blijkt, meneer Stuyvenberg, dat u een belangrijke portefeuilles heeft. Voorzitter, uit een door dorpsbelangen Zwifterband gehouden enquête is gebleken dat er veel onvrede en klachten zijn over de nieuwe dienstregeling. Daarom heeft Dorpsbelangen een brief naar vervoerder Connection en de provincie gestuurd met onder andere het verzoek om de huidige vertrektijden van de bus beter te laten aansluiten op de schooltijden. Tevens wordt gewezen dat door de huidige routering van de bus een aantal scholen in Dronten slecht bereikbaar zijn. Er zijn ook klachten over de overvolle bussen, maar ook is er onvrede over de vertraagde bussen, waardoor leerlingen ook vaak te laat op school komen. Daar hebben wij een paar vragen over, voorzitter. Met name in eerste instantie over de brief die door Dorpsbelangen Zwifterband aan u gestuurd is. Heeft het college kennis genomen van de brief die door Dorpsbelangen Zwifterband aan de provincie gestuurd is? Zo ja, hebben ze daarvan een ontvangstbevestiging? Heeft u daar een ontvangstbevestiging voor gestuurd aan deze vereniging? Dan de inhoudelijke vragen, voorzitter. Is het college bereid 1. om de dienstregeling zodanig aan te passen zodat er de bus beter aansluit op de tijden van de scholen, de routering zodanig aan te passen dat er een betere bereikbaarheid van de scholen in Dronten plaats kan vinden, in de spitstijden van de schoolgaande jeugd extra bus of bussen in te zetten om de overvolle bussen en daardoor de vertraagde vertrektijden te voorkomen? Na ontvangst van de brief door de vervoerder is door de concessiehouder opdracht gegeven aan het monitoringsbureau om ter plekke bij de haltes metingen te gaan verrichten ten einde de bezetting en de punctualiteit van lijn 146 objectief te kunnen vaststellen. De provincie wil bezien of er mogelijkheden zijn om bij de inzet van extra bussen in de ochtendspits wellicht rekening te houden, gehouden kan worden met de bediening van de onderwijsinstellingen in Dronten. De vraag vanuit dorpsbelangen naar verhoging van de frequenties en verruiming van de bedieningstijden zal worden betrokken in de uitvoering van de OV-visie. Dank u wel.